Leger is een bestemming die uitstekend geschikt is voor families. In het dorp hangt een rustige sfeer waar kinderen zich uitstekend bij thuis voelen. Direct bij de lift in het dal heb je een kinderland en ook in het skigebied zijn genoeg faciliteiten voor kinderen. In het centrum heb je diverse restaurantjes en prachtige chalets. Ook is er een schaatsbaan waar je gezellig kan schaatsen met je kinderen. Morsien is de grootste en meest levendige bestemming van Le Port au Soleil. Hier valt ook na het skiën nog genoeg te beleven. Toch bestaat de bestemming vrijwel volledig uit chalets, wat voor veel sfeer zorgt. Vanuit het dorp heb je de mogelijkheid om voor de pistes van Leger te kiezen of om naar de meer uitdagendere pistes van Avoriaz te gaan. Le Port au Soleil heeft 650 kilometer aan piste die voornamelijk rood en blauw zijn. Als je houdt van tochtenskiën, dan ben je hier volledig op je plaats. Pistes zijn tal van sfeervolle eetentjes en liefhebbers van kaas komen hier natuurlijk volledig aan hun trekken. Châtel is een populaire bestemming onder Nederlanders. Je vindt hier een mooie mix tussen gezelligheid en sfeer. Châtel is zowel geschikt voor families als voor mensen die wat meer vertier zoeken. En uiteraard heeft Châtel ook toegang tot de rest van de Port au Soleil. Morsien, Leger en Châtel zijn stuk voor stuk sfeervolle dorpen in Le Port au Soleil.